Wat we zien is dat heel veel gieren eigenlijk slachtoffer worden van vergiftigingen, doelbewuste vergiftigen of juist onrechtstreekse vergiftigen. Dus dat kan lood zijn of dat kan bijvoorbeeld diclofenac zijn, dat een ontstekingsremmer is die dat gebruikt wordt in de veeteelt en die dat de gieren opnemen omdat ze natuurlijk prederen op de kadavers die dat, ter beschikking komen in de vrije natuur. Anderzijds zijn er natuurlijk aspecten als windturbines, hoogspanningsleidingen, die dat door de gieren vaak niet worden gezien, omdat de gieren eigenlijk zo vliegen met hun hoofd naar beneden. Dus die vliegen er gewoon los tegen voordat ze het zelf hebben gezien. Dus hun gedrag en dan die nieuwe infrastructuur in het ecosysteem maakt dat dat eigenlijk een slechte match is. Dus dat zijn eigenlijk bedreigingen die dat we proberen weg te nemen en dat gaan we ook proberen te doen aan de hand van dat Multispecies Action Plan. Wat hebben wij nu concreet gedaan? Wel, wij hebben een soort van actieplan op poten gezet. Niet voor één soort, waar je eigenlijk meestal ziet, maar voor alle gierensoorten in Europa en met uitbreiding ook Azië en Afrika. Omdat die gieren natuurlijk geen landsgrenzen kennen, laat staan continentale grenzen, wilden we een actieplan opzetten om die gieren in de nabije toekomst zo goed mogelijk te bewaren. En waarom willen we die bewaren? Wel, dat is eigenlijk heel logisch. Die gieren, dat zijn eigenlijk onderdelen van een van de meest functionele vogelgroepen die dat we kennen. Het zijn eigenlijk gewoon de natuurlijke opruimers binnen het ecosysteem. En we waren die eigenlijk kwijt in bijvoorbeeld centraal deel van Europa. En we zien dat recente reintroductieprogramma's eigenlijk die gieren terug op de kaart hebben gezet. En wij als wetenschappers zijn vooral heel hard geïnteresseerd in wat gebeurt er nu met die gereïntroduceerde populaties. Wat doet een bepaald individu binnen dat geheel? Dus we willen die dieren op lange termijn opvolgen.